Studenten van de opleiding beroepsonderwijs, LOBO, hebben gisteren een presentatie gehouden over hun studierichting. De studenten hebben over twee vakken een presentatie gehouden. Het vak constructie en vervaardiging van kinderkleding en het vak accessoires en textiele vormgeving. Iedere groep mocht zijn of haar eigen thema uitkiezen. Bernice Baron, student richting modecreatie en commercie, vertelt welk thema zij heeft gekozen en waarom. Graciela Limon, eveneens van de richting modecreatie en commercie, legt uit wat een student met een LOBO-diploma kan doen. Mijn thema dat ik gekozen heb is overlijden, omdat ik ongeveer 6 weken terug mijn moeder kwijt ben. Dus ik heb dat in principe aan haar de herinneringen. Dat is het. We gaan allemaal stuk voor stuk onze dingen die wij hebben vervaardigd, gaan we presenteren. Voor een cijfer, ja. We zijn bijna aan het eind van ons, in principe onze studie. Dit is een voorlaatste presentatie en dan kijken we uit naar het einde. Nou, je kan er heel veel mee doen, behalve dat je dus alleen leerkracht bent, kan je dus in principe ook echt je eigen bedrijf inzetten, maar de wil moet er zijn vanuit jezelf. Verder ben je eigenlijk overal terecht, want we weten zelf dat mode iets is wat door de jaren meegaat. Je zou kunnen decoreren, dus er zijn zoveel modules wat we hebben bijgeleerd, dus je bent in principe overal terecht. Volgens Margo Kassels is de opleiding van het LOBO heel leerrijk en een strakke periode. Zij geeft aan wat de studenten allemaal hebben meegemaakt tijdens de opleiding die werd verlengd. De studenten hadden allen een passende boodschap voor de jeugd. Het is een heel goede opleiding en je leert er veel van. Door de hele situatie, ik hoef het woord niet te herhalen, zitten we nu in ons vierde jaar. Maar het is een 3-jarige opleiding die echt tijd was. Maar intussen, door de situatie, zitten we in het vierde jaar. En we zijn nu bezig, afrondende fase. De mensen die van mode houden, ik wil je wel adviseren om je dan in te schrijven op het LOBO. En dan, daar kan je in principe je creativiteit tot uiting kunnen brengen. Ik blijf niet zitten. Doe altijd iets. Iedereen heeft sowieso een eigen creativiteit in zich, maar je moet het gaan ontdekken. En het moment dat je het hebt ontdekt, weet je dat je echt iets ermee kan bereiken. Dus blijf niet zitten. Doe je best. En ja, kom ons joinen op LOBO. Het is altijd mooi om dat te zien. Dit is zeker aan te bevelen voor de jongeren. Vooral als ze in de onderneming willen gaan of het over willen brengen naar andere leerlingen. Als ze klaar zijn met zo'n hbo-opleiding, dan kunnen ze ook het onderwijs verder instappen en misschien ook uitbreiden dat het een living voor ze wordt. Dus jonge dames, ook jonge heren niet te vergeten, want ik heb vaker ook gewerkt met heren. Die zijn ook welkom op de LOBO. Daar kan je deze opleiding doen. Alle opleidingen zijn op hbo-niveau. Na het succesvol afronden van de studie zijn de afgestudeerden volledig bevoegde leerkrachten voor het lager beroepsonderwijs, lbo. Tevens kunnen zij ook werken binnen het bedrijfsleven.